Mike Vreekamp, laten we beginnen bij de goal. Die zat er redelijk in, of niet? Die zat er wel aardig in, ja. Die bal kwam redelijk hard teruggerold. En ik dacht eigenlijk maar één ding en dat is gewoon om een pantoffel nemen. En ja, dat hij er zo in vliegt, dat kan ik alleen maar van dromen eigenlijk. En voor mij een heel mooi moment natuurlijk. Gelijk de eerste goal van het seizoen maken op zo'n manier. Dus daar ben ik blij mee. Ja, ik heb de andere goals niet gezien, maar het zou zomaar de goal van de week kunnen zijn. Dat zou een leuke bekomstigheid zijn. Ik ben meer blij met de 3 punten eigenlijk dan met de goal van de week. Maar als dat zo is, dan is het alleen maar mooi meegenomen. Ja, jij zegt hè, de 3 punten die zitten in de tas. Ik had het idee dat de eerste helft erg moeizaam ging. Ja, moeizaam. Het is, je weet ook niet wat je kan verwachten natuurlijk. Je hoort vooraf Barendrecht een moeilijke voorbereiding gedraaid, bla bla bla. Maar goed, wij zeiden ook tegen elkaar, het is geen gemakkelijke tegenstander. En ik denk ook niet dat je dat dit seizoen gaat krijgen, een makkelijke tegenstander. En je zag dat het moeizaam was, dat het nog even zoeken was hoe we elkaar het beste konden vinden. En in dit systeem liggen de ruimtes aan de zijkant en die konden we moeilijk vinden. En de tweede helft vond ik dat een stuk beter gaan. En het positieve is ook dat je vrij weinig weggeeft, denk ik. We hebben niet echt veel kansen weggegeven in dit systeem, dus daar ben ik ook blij om. Ja, jij noemt het systeem. Hoe voel jij je thuis in dit systeem, dat 3-5-2 systeem? Ja, ik voel me op zich wel prettig erbij. Voor mijn positie is er nog niet zo heel veel veranderd. Want vorig jaar speelde ik in de controle met iemand naast me. En dit seizoen is dat eigenlijk weer zo, nu met Oost-Indië naast me. En voor mij verandert er niet superveel. Aan de andere kant hebben we met Nick en Gio vandaag aan de zijkant er wel veel meer afspeelmogelijkheden. Dus dat maakt de opbouwverzorger wel wat makkelijker. Maar ik voel me prettig bij het systeem en tot nu toe pakt het goed uit. Jij zegt net al, die eerste helft was even zoeken. Wat krijg je dan mee in de rust van John de Wolf? Wat krijg ik mee? Dat is lastig om gelijk 1, 2, 3 antwoord op te geven. Maar wat hij vooral aangaf is dat we vanuit de omschakeling op moesten letten. Dat zijn een aantal keer dat wij met 3 middenvelders naar voren gingen en zij in de omschakeling gevaarlijk werden. En dus daar moesten we op letten. En de echte bereidheid, de echte wil om te winnen, kon ook wat beter. Dus succes hè jongens. En ik speelde vorig jaar bij Quick Boys, dus vandaar dat ik er even op terugkom. Waar was ik? Dat, ja, je was bij wat je meekreeg, hè? Meer de wil om te winnen. Ja precies. Ja, de echte wil om te winnen, die ontbrak nog. Plus de omschakeling echt in sprint of in sprint vrijkomen als we de bal hebben. En ik denk dat de tweede helft beter ging. En het belangrijkste waar ik mee begon is de 3 punten. Dus dat is een mooi begin van de tweede divisie. Bedankt, geniet van de overwinning en goed weekend. Dat ga ik zeker doen.